Oh. Oh. Echt zo gim, wat een waardeloos excuus. Maandagochtend, april 2012, een klapper zoeken naar Oosting, die zocht gewoon mee. Bij Rio en bij Duits, maar niet in zijn kantoortje, want er is een kantoortje zitten en ik schudde nee. We stonden samen tot de pauze, de hele school had pauze, maar wij hoefden niet. Zoals ik dat elke vrijdag deed, was het vorige vrijdag zelfs nog te gaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik heb nog heel lang voor dat doorgestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Maandagochtend, april 2012, hebben we ruimte te gewerkt. Maar ik merkte niet dat dat vlapper, onze eigen kleine vlapper, waar zou hij nog op zitten? Zelfs Haasbeek wist het niet. Na de toets, vlappers vies zou komen, sprak Oosting uit de schrappen. Kijk kinders, daar is vlapper dan. Ze zat dus hoog, ze werd hard geschoren. Voor dit zag ik Oosting als een vreselijk man. Ze gillend, ze zal met de protest gaan. De buren zitten huilen in de les. Vlapper mag niet kaal. Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ze baart, die maakt het speciaal. Dinsdagochtend, april 2012, die weet het nog zo goed. Oosting stond nog leeg, en zij dacht zij niet in het vlot mocht komen. En als ze lief ging werken, dat ze dan zijn baantje kreeg. Compañero, compañero.